We zijn rustig aan het gliden met de Maywing om dus weer een bos te gaan verslaan. De Steinbjorn! De Steinbjorn! Die zijn we nog nooit verslagen. Ik ben benieuwd hoe het gaat zijn. Maar we zijn er bijna. Let's get it! Right, de ingang van de Steinbjorn is hier. The place to be, mensen. Oh, het is wel echt koud hier, man. Goed ook met broes, hè. Want anders zou ik sowieso neergaan. Maar even kijken of ik hier wel mijn generator neer kan zetten, überhaupt. Campplay structure hier. Oké, nice. Beetje zuur, man. Dan ben ik benieuwd of er wel bij Scott en Hattie kan. Skull en Hattie. Want die zitten meer oud in de open, weet je wel. Ze denken dat het daar wel zou kunnen. En hier kan het echt nergens. Nee, ja, dan moet ik maar even kijken of het lukt met mijn giga. En ik had ook beter even fur mee kunnen nemen, bedenk ik me nu. Nou, hier is de Steinbjorn! Nou, hopelijk gaat het gewoon lukken met de giga en dan vatten we ze gek. De run, hè? Steinbjorn! Ik zit vast. Oh, waarom zit ik vast? Oké, attack! Vat hem 300k HP, ouwe. Nondertje! Oh, die heeft ijspegels, deze gek. Oeh, stom met die pegels, man. Oh, dat wordt een pittige bos, man. Dit is niet easy. Kan ik het best op mijn giga blijven zetten of kan ik beter afstappen met shotgun en dan gewoon blaffen? Dat was de vraag, want dit is mijn nieuwe giga, mijn nieuwe doorgebriede giga. Die moet ik dus nog levelen. Die is geen enkele levelen, niet zo'n weight, zeg maar. Dus die moet ik nog even volle bak damage geven en wat gewicht. Maar op zich doet hij redelijke damage. 1000, 1100 op zich, prima toch? Maar het is wel een intense bos. Steinbjorn! Imagine Steinbjorn heten. Dat moet je ook appen. Ik word een cave uitgemapt, man, hier. Maar op zich kan de giga hem goed hebben, hoor. Ik denk wel dat ik hem ga winnen. Eerlijk gezegd, veel weight en damage. Damage iets omhoog. Meteen meer. Hoppa, zo, dat scheelt wel een boel, gek. Hoef misschien 10 keer minder te klikken. Ze hebben het goed. We gaan toch even shotgun in de tussentijd, man. Oké, vat hem. Misschien zijn we al sneller klaar. Oeh, hij doet wel pijn. Veel damage. Ik doe maar 20 damage met mijn shotgun, bro. Dat is niet wat ik wil. Giga, ik wil op je rug. Oeh, dat wordt... Ik doe het toch maar even zo, man. Ik weet anders niet of ik het red. Misschien meer giga's mee moeten nemen. Gewoon met 6 giga's aanvallen, gek. Ja, dan kun je die bos wel echt easy farmen, man. Ja, die attack is na, man. Ik wil dat meer dino's zo'n dingen kunnen in Ark, gek. Dat is fucking vet. Zo'n gare attacks, man. In één keer allemaal ijspegels om je heen vliegen. Stenen, keien. Au, 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 au. Wauw, 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 wauw. Pam, 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 pam. Nou, nog 20k HP. Het heeft even mogen duren, maar de giga kan hem toch net aan. Maar het scheelde niet veel, ouwe. Holy shit. 10k, kom op. En hij is neer, hoppa. 30 elementjes erbij weer, chill. 30 element. Een sanity lekker saddle. Slechte blueprints, man. Ja, 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 wel wat leveltjes. Hoppa, kijk, dan is de giga ook gewoon een volle bak geleveld. Dat is heel relaxed. Maar wel bijna dood. Nog 11k HP. Ja, dat is wel nice. We zijn weer een hele goede element aan het farmen. Dat kunnen we ook hard gebruiken weer. Want we hebben natuurlijk nou echt 3 basissen die we bij moeten houden. En op zich zitten de dingen wel gevuld. Generators, turrets en al die dingen. Maar ook met de nieuwe breeding base, weet je wel. En ik wil ook even een goed raid voorbereiden. Al die dingen. Even kijken op Ashguard Noor. Misschien kan ik de ene nog even een keertje doen. Steinbjorn! Een huis. What the fuck? Watertribe? What the fuck is dit? Vins café. Ja, bro, hoe kan ik naar binnen hier bij je cafeetje, gek? Hey, zo, oh, lekker biertje. Touch, dat is helemaal niks, man. Hier. Wat kan ik hier doen dan? Storage box locked. Dat is allemaal locked. Nou, dan weet ik ook niet wat ik hier moet. Goed café, man. Gek, je hebt niet iets om te drinken hier. Even kijken, deze foundation moet weg. Ik mis de dagen, man. Dat je gewoon een Sabertooth ging temmen en daarmee ging rondrennen. Want er waren badass dino's en nou heb je er niks meer aan. Oh, ga. Ik moet alleen dit even opblazen. Oké, weg. Dit telt allemaal als cave damage, hè. Dat is wel lijp. Can't place structure hier. Can't place, can't place. Hoe ver kan ik can't placen, weet je wel? Want als ik hier gewoon ergens een tech generator op full range neerzet. En als ik dan hier gewoon turrets neerzet op full range. Nou, ik neem aan dat hij dan gewoon geblaf wordt eruit. Nou, dan gaan we eens even kijken wat dat doet. Oké, nou, ze zijn allemaal gepowered. Behalve jij. Moet de range even iets omhoog. Dan gaan we even kijken of we deze unit kunnen summonen. Want ja, je zou denken dat er erop geschoten wordt dan, toch? Het is wel hack the system. Het is wel ver weg. Oh, nog 12 minuten cooldown hierop. Oké, die is dus al gedaan. 12 minuten wachten. Ik ben echt benieuwd of dit lukt, man. Want ze moeten tot hier komen of zo. En dan wordt er al geschoten, right? ja, het zou super ziek zijn als het werkt, toch? Dan moeten we nog eventjes wachten. Komt goed. Waar is Dawaming?
Ik heb zelf trouwens ook nog helemaal geen Rex bedenken nu. En ik wil nog even gewoon een alpha boss fight gaan doen eigenlijk. Voor een 140 meerwing met slecht stats. Gewoon een alpha boss fight voor veel element, weet je wel. Ik heb niks meer in die Engrams. Ik heb ze allemaal al. Of ja, niet allemaal, maar veel. Dus dat zou wel ziek zijn. Maar ja, ik heb niet al artifact. Kan ik niet doen. Ik moet even een kijken welke artifact ik wel heb. Hoe lang duurt het nog? 10 minuten. G, wat gaat de tijd slow als je wacht? Ja, we gaan even weg hier. We komen zo terug over 10 minuten of zo. Komt goed, komt goed. Zal ik even voor de fun kijken hoe ver ze zijn daar bij die grot? Komt wel lekker vragen. Hallo, hoe ver zijn jullie? Misschien is die onderwaterkreet weer opnieuw gedropt. Hoor. Die was knetter ziek, gek. Ik moet toch even mijn tijd de 10 minuten volmaken totdat die bos weer gespand is. Ik wil gewoon heel graag dat mijn turrets gaan schieten op die bos, want dan heb ik het system gehackt. Ik kan sowieso niet de eerste zijn die hierover na heeft gedacht of wel dan. Hoppa, scoot. Agent P. Kijk, hier zo. Next kieken. Hallo? Is dit die grot? Hallo? Hier zijn die turrets weer, verdomme man. Hallo? Hoor je mij? Rudy? Kunnen ze meer visteren naar de Pommes Mio Mayo speciaal bitten? Het is ook gewoon gemixt, hè. Er zit gewoon een alliantie die... Ik moet nu echt een soakvis gaan halen om even hallo te zeggen, of wat is het nou? Nou, ze hebben geen zin om eruit te komen, dan heb ik wel lang door. Ah ja, laat maar. Ik wou gewoon even vragen hoe ver ze waren met deze ship, man. Allemaal kakinossen hier trouwens. Ik zie boven nog een rode drop, man. Ik kan nog even deze loot crates hier gaan pakken. Ik moet er nog even een paar minuutjes wachten nog, en dan kunnen we. Oké, dat is allemaal treurig. Dank u. Ja, wacht, hier heb je die dinoontjes. Ah, wacht, misschien gaan we hier nog even hoge eitjes nakken, dat zou ook wel ziek zijn. Dinoontjes, egg. Wat zijn die andere eieren? Oké, dat cave. Is goed, er staat er niks van binnen hier. anders is het wel pijnlijk. Ik heb ook geen mining drill bij voor de element shard. Die moet ik ook nog even gaan farmen eigenlijk. Maar ik vraag me steeds af of het niet kan met een magma sour. Oh, je gaat me niet vertellen dat er geen één drop hier ligt, man. Nee, dat geloof ik niet. We gaan nog één rondje maken. voor de zekerheid. Ik heb hier al een keer naast een drop gestaan en die ik niet zag, zeg maar. Wat kan ik hier doen? Een mega fitticus kan ik hier doen. Op zich, de monkey boss is easy to shotgunnen op alpha, man. Die kan ik wel doen voor de element. Oké. Heb ik deze artifact? Dat is de vraag. Anders ga ik die daar gewoon even snel doen hoor, joh. Oké. Ik heb sowieso die alpha drops, die apex drops, heb ik superveel geloot van Razors. Die heb ik wel liggen. Artifact pack, devour en brood. Brood heb ik, pack heb ik denk ik ook, maar devour. Volgens mij ligt die in de cave bij Rudy. ik denk niet dat ik die kan pakken. Dat is jammer. Devour pack en brood. Devour pack. Nee, devour, hunter en brood. Of pack? Pack, ik weet niet meer. Dan zou ik echt even mijn baas moeten kijken. Maar we gaan eerst even die skull killen. Skull had hij. Ashguard Noord. Oké, hopelijk gaat het werken, man. Dat zou heel epic zijn. Oké, dan gaan we. Summon die shit, gek. Let's get it. Oh yeah. Turrets, doe je ding. Ik ga ze hier lokken, jongen. Je moet zwitten. Ik ben er overheen gesprongen. Ja. Kom dan, gek. Turret schiet. Mijn turret schiet er niet. Oh ja. Oh mijn god. Oh, ze schieten niet op de bosses, maar wel op de edge. Oké, maar dan krijg je wel splash damage van. Kijk. En dan schieten ze weer op die kleine dingen. Maar hun krijgen er ook damage van. Op zich kleine glitches, maar ik heb hem niet volledig kapot gemaakt. Helaas, daar ging ik wel voor. Dus blijf maar van die kleine dingen summonen. Kijk, zie je? Kijk de damage die ik... Fucking chill. Oké, net ontweken. Mooi. Nee, Siri, mond dicht. Ja, je moet hier dus wel echt tech turrets voor gebruiken. Wil je een beetje damage mee kunnen snoepen erbij. Oh, die was net mis. Kijk, kom maar iets dichterbij. Kom maar. Hoppa. Ja, heel goed. Zo, 1.8 gaat damage ook echt. What the fuck. Stuk dit. Hoppa, kijk dan. Hoppa. En die is neer. Nou zit ik helemaal vast. Oh, hoezo kan ik niet... Beweeg. Waarom zit ik nou helemaal vast, man? Domme giga. Tech turret schiet. Ja, helemaal top. Die is neer. Zo, die gaat neer. Top dit. En hij is neer. Hoppa. Hey, Juniman vlak chesten. Yeah, sick.
Oh, die zijn nog in een giga natuurlijk. Oh, dat is niet zijn blueprint. Nou, we hebben wel de element. Die allemaal slecht. Melee damage omhoog. Hoppa, level 250. Rotty cap special. Gewit. Dan hebben we die andere hond. Waar is die? Er zou ergens nog een tasje van moeten liggen. Of hier. Ja, hier, deze unit. Hoppa. Met de dingen en allemaal trash, man. Wat zit iedereen altijd te zeggen van... Jimmy, ga de bosses doen. Er zitten keigoede blueprints in. Nee, het is allemaal zooi, gek. Wel de minigun. De minigun is wel ziek. Oh, wat is dit, ouwe? Wat kan ik hiermee? Allemaal trash, allemaal treurig. Kan ik niks mee. Nou goed, we hebben al heel veel element weer gefarmd. Dat zie ik graag, daar ben ik blij mee. Komen jullie allemaal weer in de inventory. Maar ja, het werkt een soort van, maar het is niet ideaal. Ze schieten gewoon niet op de bosses. Dus dan zijn we er ook achter gekomen dat we daar niet echt gebruik van kunnen maken. En dat is ook allemaal oké. Rotty Kip Special, kom op gek. We gaan terug naar de base. Hij mag daar weer even chillen om te healen, man. Thanks for fighting. Good shit. Daar Waming. Hoppa. Nou, we gaan even snel naar onze alliantiebaas. Even kijken hoe het daarvoor staat. Het is 103 dagen tot mijn vakantie. Dat de school weer gaat beginnen. Maar het grootste probleem waar we nu dus mee zitten is dat we iets moeten verzinnen. Bijvoorbeeld, bouw een raket, een mummie gaan slaan. De Eiffeltoren op, dingen bedenken die echt niet bestaan. Ik top het papen en sapam. Zo. Zo, nou, we zijn er. Zou even als mijn vriendin zijn vuur gaan stemmen door het niet. Oké, nou, ga jij maar even daarheen. Hallo. Auw. Dat is mijn gasmask. Kijk die nog hier. De gasmask. Kijk eens aan, man. Lekker bezig hier. Zijn die ready to mate? Als de mail deze is, nog niet ready to mate. Helaas, die wel. Maar dat is een mail. Deze zullen ook wel niet ready zijn. Nee, helaas. Helaas. En wat zijn ze hier nog meer aan het doen dan? Normaal gigas onder de grond nog. Stego's. 42 HP ook. Ze zijn hier netjes. Die zijn ook nog niet geleveld. Nog meer gigas. Nee, er is nog niet heel veel gegaan hier eerlijk gezegd. Maar dat komt allemaal wel. Ook deze fucking tering veel van die ovens hier ook, jongen. Kijk dit, man. Dat is echt niet normaal. Is je niet normaal? Ja, hier nog met dingen van de winkelstraat. Moeten nog weg hier eigenlijk. Dan kunnen we verder bouwen hier, snap je? Hop, ik moet meteen even die spinnetjes killen hier. Ja, dat is wel het ding. Nou. Als ik al deze van deze weghaal, dan spannen al die spinnen hier weer. Dat is ook wel zo. Maar ik denk nog serieus dat de magma sauer beter is, man. Je hebt toch cave damage hier. Oké, okay, rotkipjes, kip special, gek. Nou, het is maar dat ik niet op zo'n wave kan zitten. Dat vind ik wel jammer. Heel veel plekken kan je dat gewoon niet gebruiken. Nou, laat ik even spullen wegleggen. Ik heb hier nog keiveel element shards. Die element zelf. Hoppa. Kijk, dan hebben we gewoon keiveel element weer gefixt, man. Dat is mooi. Een blueprint, vlak leggings nog en al die dingen. Ja, wat vind ik niet heel interessant. I'm gonna lie, man. Die tech dingen even weg. Turrets weg. Alle blueprintjes erin. Mooi. En dan hebben we nog allemaal randige zooi waar ik eigenlijk niks aan heb. Saddeltjes, wapens heb ik nog. Assault rifle, shotgun. Ja, dat kan dus allemaal weg. Dat heb ik allemaal niet nodig. Dan heb je nog een saddelkluis ergens, denk ik. Al die zadels weg. Hoppa. Hi, even great time. En voor de rest heb ik ook helemaal geen spullen. En dan moet ik even bij mijn artefactjes kijken. Clever Hunter Pack. Die vouwen, die heb ik niet. Ik ga even op internet kijken voor welke bos welke artefactje nodig heb. Broedmoeder moet je Clever Hunter en Massive. Clever, maar dan heb ik weer geen Massive. Oké, en de... Nee, dat heb ik ook niet. En de Dragon. Coming, Skylord en Immune. Ik mis serieus voor elke boss mis ik de laatste artifact. Ik heb alle artifacts, maar voor elke boss heb ik nog eentje meer nodig. En dat zijn precies de artifacts. Ik kan niet eens één boss gaan doen, ouwe. Oh, ik heb alles. Ik heb echt alles, maar ik mis gewoon steeds één artifact. Ja, kut is, die artifacts liggen in caves bij mensen in de basissen. Dan moet ik hele bases gaan reden, wil ik zo'n artifact te pakken krijgen. Oké, dat is pittig. Dus kan ik nu heel weinig mee, eerlijk gezegd. Even kijken of ik nog even iets kan vinden in bepaalde grotten hier en zo. Kijk, hier heb je zo'n cave entrance. Woont hier inmiddels al iemand in? Astegeda! Hier woont zeker iemand in, maar wie is dit? Ik ga spieken zonder geraakt te worden door turrets eventueel, zou ik op prijs stellen. Astegeda, die naam komt wel bekend voor of zo, man. Ben ik hier al... Oh, what the fuck? Ja, schiet lekker door de gate heen, man. Lul. Oké, ik zie heel... Oh, jezus, die zit al flink dichtgebouwd. Dat is wel een easy raid, man. Maar ik denk niet dat er hier heel veel profijt te halen valt. Het zijn ook maar autoturrets en zo. Dus kun je hem beter gewoon nog even de gang laten gaan. En ja, deze beest had ik nog niet gezien, trouwens. Dat is wel nice. Oh, hier zie ik foundations.
Oh, jezus. Water tribe? Oh mijn god, is er weer de water tribe? Zeus? Ja, Zeus, die moet ik hebben. Wacht, hier vertrouw ik niks van. Dit moet kapot. Beamed gate. Ah, gevonden, gek. Dit wordt mijn nieuwe raid. Are you kidding me? Nee. Nou niet. Niet hier. Laat me nog... What the fuck, jongen. Ik ben sneaky missies aan het doen, gek. Huh? Hier de ingang dan. Ja, hier heb je een gate. Ik ben gedetect. Hier zit een dikke gate, ouwe. Dikke gate, gast. Daar staat ook niks. Oh, jawel, daar staan wel turrets. Dikke muur hier, oké. Okay. Maar dit is wel een plek, ouwe, die ik kan raiden. 100%. Ik zie heel veel heavy turrets met een tech generator, dat wel. Maar dit is er eentje van die swamp tribe orde, die moet ik plat halen. Deze base ken ik nog niet, man. Kijk, dat is de shit. Er staan wel wat tech turrets binnen. Maar op zich, dit moet haalbaar zijn, toch? Nee, die Shadow Man is wel een beetje kut, want die doet wel stunnen. Maar als ik daar even mijn stegels een beetje voor de levelen gek. Dit lijkt op de main base van Zeus. Die ene die altijd betrokken is bij de raids. Ja, dat ziet eruit als een mooie target. Dus dan ga ik even voorbereiden. Stego's moeten geleveld worden. Stego's moeten... ready zijn voor deze battle, gek. Heb ik dingen om te bouwen? Nee, nog niet. Maar niet uit. We gaan deze base in ieder geval plat gooien. 100%. Mark my words. Geen grapjes meer hier. Waar zijn mijn zadeltjes? Dan gaan we even een paar van die stego's preparen, man. Dit zijn mastercraft. Ik heb meer ascendants, man. Waar zijn die? Hoppa, kijk eens die armetjes, man. Kijk, 3 stuks. Nou, dat moet wel even zat zijn voor nu. Neem ik even kruipotjes mee en dan gaan we die even volle bak daar hier bij de wyverns gooien. Pim! Ik moet sowieso even al deze stego's gaan kruipotten, man, voor... dan kunnen ze gewoon ook in de kruipfridge even gaan levelen, toch? Dat is ook weer zo'n ding. Oké, okay, hop, ga jij maar mee. Jij krijgt ook vast een zadel. Uit! Let's get it, de XP farm. Dan gooi ik deze 2-4 uit. Word maar even wakker. Die twee moeten dus nog de leveltjes krijgen dadelijk. Of straks, de volgende keer. Ik fix dat wel. Komt goed. En nou kan ik hier al deze eitjes uit laten komen. Nou, het team moet wel zat zijn voor één ding hoor. Kijk, hatsa. Even sweepen, gek. Ik heb nog één hitje en dan zijn ze neer. Hoppa, easy. Dan krijgen we alle XP'tjes. Moet je eens kijken. Hoeveel krijgen we? 50. Nou, top. En dan hebben we zo weer bijna 33.000 HP op deze stego. En dat is gewoon knetternetjes, man. Dan hebben we hier die koelkast nog staan. Daar zitten nog meer Wave van eitjes. En dan kunnen we nog zoveel meer dino's gaan levelen. Als je gewoon steeds 10 eitjes doet per dino, dan heb je echt knetterveel, man. Kijk, hier nog veel meer. Hoppa. Kijk wat ik ze allemaal kwijt kan, eerlijk gezegd. Dat wil zeggen dat ik deze twee nog easy kan levelen daarmee. Dat is echt geen probleem. En hoppa. Mooi. Dan ga ik het nog even doen bij deze. En dan moet ik nog even mijn... stego's daarin kruipotjes doen, zodat ze ook gewoon levels krijgen al. Ja, er zijn er ook maar 2 trouwens. Of niet? Nee, dit is ook een mail. Jij kan dan een cryo. Heb ik nog meer mails of is het letterlijk allemaal 4 mail? Ik ga eens even kijken wat er gebeurt als ik de mail even op een meting zet. Kijken of nog eitjes ergens uit komen rollen. Is dit mijn mail? Oké, okay, dit is mijn mail. Gebeurt er iets? Nee, volgens mij is alles nog steeds volle bak gebreed. Oh nee, deze. Hier, hoppa. Eitje, chill. Oké, okay, de rest wel. Oké, okay, top. Top, top, top. Doen we deze nog even hierin, zo, en dan even de kruienpotjes in de fridge leggen. Dit wordt de Stego fridge. Stego fridge, wait. Mooi, die zijn aan levelen, dan kunnen we eigenlijk ook vast even een beetje Shadow Mains wegleggen. Eventueel die kunnen levelen, I guess. Of je ook alleen maar de mails eigenlijk, hè. Mail, deze. Serieus alleen deze. Kunnen we net zo goed deze gewoon gebruiken voor de... voor gewoon nu. Gewoon om te levelen, zeg maar. Maar even, wat zijn die knoppen ook alweer? Oké, okay, dat is een of andere stroomding. Nou ben ik onzichtbaar met control. Zo, wajo, wat was dat? Ah, wacht, kun je inhouden dan? Takka. Dat is super overpowered met rage, gast. Je kan ook gewoon een rocket launcher inzetten op dit ding, gast. Dit is easy. Dit is easy, gast. Ga je zo, tjaka. En is klaar. Wat zijn die andere dingen dan nog? Ik weet niet wat het is, maar... wat is dit? Ik weet niet wat het was, gek. Ik heb echt geen idee. Hoppa, zo, wat een jump, ouwe. Dit is lijp. Ja, ik vind Shadow Man een van de vettere dino's, dat sowieso. Moesten die iets van fuel hebben of zo om gekke dingen te kunnen? Als ik nou een element ingooi, wat gebeurt er dan? En er gebeurt ook niks met die attack. Ja, ik moet even kijken wat het allemaal doet, maar dat zien we wel weer. Oké, mensen, thanks voor het kijken naar deze aflevering. Ik was even een beetje afgeleid, maar we zijn dikke stappen aan het maken trouwens. Het gaat heel ziek. Let's get it. In de volgende aflevering wil ik eigenlijk misschien wel die ene basis gaan raiden. Tegen niemand zeggen. Sst. Uit. Peace.